kilometer lang. Verder aan de start waren Henk Gomme, die zich voornamelijk op de cross richt. Een 20-jarige Ethiopiër, Tesfaye Bekele, die in Noorwegen woont, vreemd genoeg. En Rob de Brouwer, hier met nummer 7, ziet u hem in oranje broek. Tony Dirks met een rode broek aan de buitenkant. En de man voorop, de lange man in het blauw, is Frank Wiegman, die ingehuurd is als haas. Hij won de premiesprint dan ook, pakte daarmee 500 gulden en zorgde de eerste kilometers voor een zeer hoog tempo. Vervolgens namen Tony Dirks de nummer 1, de nummer 2 is Bert van Vlaanderen en nummer 5 is Henk Gommer. Zij namen het tempo over, gaan hier Frank Wiegman voorbij en begeven zich richting Bos. Het parcours startte in Huizen bij de skibaan, ging langs het Gooimeer, het bos in en eigenlijk dezelfde weg weer terug. Dirks, van Vlaanderen en Gommer nog steeds bij elkaar. Ze hebben duidelijk afstand genomen van de rest van het veld. En gedrieën zijn ze op jacht naar het parcoursrecord, wat altijd nog goed is voor zo'n 2.500 gulden. Het record is in handen van René Gottlieb, die overigens vandaag niet van de partij was. Hij liep vorig jaar 29-19. Inmiddels heeft Gommer Dirks en van Vlaanderen moeten laten gaan. Dit duo is eigenlijk nu al niet meer in te halen. En ze zijn een kilometer of 6 onderweg. Het is Henk Gommer. Dan hebben we Cor Lambrechts en die Ethiopiër Bekele. Bob Bovenman, de bondscoach, was ook van de partij. Hield een oogje in het zeil en zag dat van Vlaanderen Dirks na plusminus 7 kilometer niet meer kon bijbenen. Wat verdomme nonde je! Ja, ik heb gewoon geprobeerd zo lang mogelijk buiten te blijven. Op een kilometer of 6, 7, toen had ik het even moment dat ik gewoon toch dacht dat het gewoon iets beter was om Tony te laten gaan. Ja, je liep een klein gaatje, het geld is niet te groot geworden. Ik kon toch vrij makkelijk verder volgen, maar het gat was toch te groot om dicht te lopen. Tony Dirks gaat in zijn eentje op de overwinning af. En op die 29-19 het parcoursrecord. Hij haalt het, hij loopt een uitstekende tijd. 28.50 voor Tony Dirks, nummer 2 Bert van Vlaanderen en derde wordt de Ethiopiër Bekele. Vierde Gommer op ruim een minuut van winnaar Dirks.